Dit is de filmzaal van Studio K, één van de filmzalen. En vanuit Studio K komt dit onderwerp op Ahoy Radio TEV. We gaan zo direct praten met iemand van Studio K, dat is Randy Vermeulen. U kijkt naar Ahoy Radio TEE-VEE op dit kanaal. Ik ben Bert Vlijn. Op dit moment bevinden wij ons bij Studio K aan het Timorplein in Amsterdam. En ik ga praten met de meneer die u in beeld ziet, Randy Vermeulen. Randy, welkom. Hey. Kun je me eens vertellen, wat is Studio K? Studio K is een non-profit organisatie. Die wordt geleid alleen maar door Semper. En dat is een soort offshoot van Stichting Criterium. Dus na de bioscoop Criterium zijn een aantal andere initiatieven ontstaan. En Studio K is daar één van. En staat sinds 2007. Hier aan het Timorplein bedoel je? Ja, aan het Timorplein. Hoe moet ik dat nou eigenlijk zeggen? Criterion, dat is eigenlijk de moederorganisatie? Ja, je hebt Stichting Criterion en dat is een van alle stichting onderlinge steun studenten Criterion. Dat is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog om werk te verschaffen voor studenten die hun studie moesten staken bij de Tweede Wereldoorlog. En daar zijn we onderdeel van. Dus onderling hebben we ook allerlei banden tussen organisaties en iedereen is student. Dat is wel leuk. En de mensen die hier werkzaam zijn, zijn dus allemaal studenten bij Studio K. En is dat vrijwillig of krijgen jullie daarvoor betaald? Het is vrijwillig, maar we krijgen al vrijwilligers. Een onkostenvergoeding, zo te zeggen. En wat voor soort films worden er vertoond? Bij Studio K worden twee soorten films vertoond. Met de ene proberen we eigenlijk een soort ouder publiek te trekken. Dus eigenlijk mensen van middelbare leeftijd, jonge, startende ouders, vooral mensen uit de buurt ook met name. En voor ons was ook even een overweging om met AMMO in zee te gaan om die doelgroep aan te sluiten bij onze reguliere programmering. Daarnaast hebben we buiten reguliere programmering en dan proberen we ook wat meer aan te sluiten bij een jonger publiek. Ja, want je zei net al, er zijn ook voorstellingen voor leden van de AMMO, ook niet-leden trouwens, zijn welkom. Met een lidmaatschap van de AMMO krijg je nog korting. Dat gebeurt twee keer per maand, heb ik begrepen. Zo'n voorstelling voor mensen die naar de AMMO films willen komen. Ja. Wat voor soort films zijn dat? Dat zijn klassiekers. En dat is klassiekers in de meest brede zin van het woord. Dus je hebt de echte klassiekers, films uit de jaren 50, zwart-wit en dergelijke. Maar als het ook een woord moderne klassieker. Waar ik de films op selecteer, dat is een bepaald auteurschap. Dus het zijn echt de regisseurs met een eigen verhaal die ik wil laten zien. En ik denk dat in Amsterdam daar minder ruimte voor is. En hoe lang bestaat dat al, die filmvoorstelling voor nu, mensen van Amsterdam? Het staat nu een jaar. Nu een jaar. Hoe is dat idee ontstaan? Van iemand uit de buurt? Vanuit de AMMO zelf is het idee. En zoals ik al zei, zelf wilden we er ook iets mee doen. Dus toen zijn we benaderd door de AMMO en sloot aan en toen zijn we tot dit idee gekomen. Ik heb begrepen dat het iedere derde vrijdag van de maand om 2:00 middags is en dan gelijk de maandag daarna om 1:00. Ja. Iedere maand. Elke dag zijn er gewone voorstellingen. Je staat hier voor een filmprojector is dat waarschijnlijk. Hier worden de banden op de filmspoelen ingedraaid. Ja, dat vind ik. En er zijn dagelijks voorstellingen. Ja, er zijn dagelijks voorstellingen, sowieso vanaf 5:00. En in de vakanties hebben we vaak voorstellingen vanaf 1:00. We hebben elke zaterdag, zondag en woensdag hebben we ook kindervoorstellingen. En we hopen dat ouders of grootouders met de kinderen dan ook hierheen komen. Het was ook weer een overwerking met AMMO in zee te gaan. Maar in de vakanties hebben we dus ook kindervoorstellingen vanaf hier. En loopt het hier naar behoren, naar verwachting? Ik bedoel in het algemeen, qua publiek, qua toeschouwers? Ja, het loopt beter dan verwacht, maar er valt nog heel veel te winnen. Dus meer publiek is altijd wel. Ja. En waar kunnen de mensen meer informatie vinden over Studio K? Je kan altijd kijken op onze website, www.studio-k.nu. We hebben drukwerk, we hebben flyers. Je kan ons volgen op Facebook, op Twitter en alle andere sociale media.
En je kan altijd gerust binnenlopen en vragen aan iedereen wat je nodig hebt. En wil je nog iets aan dit korte gesprekje toevoegen naar de kijkers van Ahoy Radio TEVEE? Elke derde vrijdag van de maand en maandag die dan volgt is dus klassiek SNK. En dan kom een keer kijken, lijkt me leuk. En je krijgt een gratis consumptiemuntje erbij. Dus je kan achteraf ook lekker borrelen en daarna bij ons uit eten. Wellicht zou je nog een keer naar de film kunnen, een reguliere filmprogrammering. Lijkt me leuk. Dankjewel, Randy Vermeulen. Ja.